Dit is de eerste dag dat we gaan snowboarden. Dames en heren, ik denk dat we kunnen gaan. Wow, yo, wow, yo, let's go! Hoe doe je dat? Knol power! Dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en dit is Myron. Kim. Myron, je neemt over. Nee. Nee, we zijn wel samen met Kim. En we staan samen met Noël. En mijn naam is Enzo Knol. En ik heb super veel zin in vandaag. Want dit is de eerste dag dat we gaan snowboarden. In Dolomieten. Dolomieten, jongen. Hoe schrijf je dat, Dolomieten? Dolomieten. Ting, 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 ting. Super nice. Dus ik heb er zin in vandaag. Wie heeft er lekker geslapen? Steek zijn hand omhoog. Zo lekker het knolpouwbedje. Het knolpouwbedje zelfs. Ja, je hebt wel alles knolpouw. Ik zeg goedemorgen en zo. Ja, Noël die heeft hier zo in de woonkamer geslapen. Op het slaapbank. Dus dat is ook echt heel erg leuk. Nice. Dus we hebben spulletje ingepakt. En dan denk ik dat het tijd is om te gaan. Zo, dames en heren. Oh, wat is het lekker fris buiten. Oh, wat een uitzichtje zo. Ongelooflijk. Kijk eens even. Oh, heerlijk. We gaan serieus dus het appartement verlaten. En we gaan dus nu een kleine 2 uurtjes rijden. En hoe lang het precies is, kunnen we straks vertellen natuurlijk. Maar dan gaan we rijden naar de Dolomieten. En dan gaan we daar lekker snowboarden. En alle vier van ons, die snowboarden. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Gewoon met 1 grote club snowboarden. Oké, let's go. Goedemorgen, schatje. Goedemorgen. Mooi, hè? Ja, dat is echt niet normaal. Maar kijk daar, heb je dat al gezien? Die berg daar. Wow! Dat hebben we nog nooit gezien daar zo. Wat? Daarachter heb je gewoon een berg met sneeuw helemaal. Ja. Wow, sick. Ja, zo mooi om het in een andere seizoen ook hier mee te maken. Ook die boom die je daar ziet. Normaal gesproken is die helemaal volgegroeid. Goed, Noël gaat lopen blijkbaar. Hij liep helemaal in zijn fight naar beneden. Oh, die zat helemaal in zichzelf, joh. Die dacht, ja, hier moeten we heen. Oh, wat heb ik er zin in, dames en heren. Als jullie ook zin hebben, ik zou zeggen, knal even dat duimpje omhoog. En voor de mensen die niet zoveel van windsport houden, misschien kunnen we jullie overtuigen dat het echt heel erg leuk is. En ik upload natuurlijk ook gewoon door op mijn gamekanaal Enzo Knol 2. Dus daar heb ik ook gewoon allemaal gamevideo's op staan. Elke dag om 5 uur. Dus gaat allemaal lekker, dames en heren. Wow! Holy moly! Wow, yo, ik wilde net de camera omdraaien om het zo vooruit te filmen. Wow, yo, dat was zeker jouw idee. Ik snap het, ik snap het. Maar dat was nog niet de enige hoor. Oké. Zo, dames en heren, dit past echt precies. Perfecto. Tenminste, misschien moet ik een klein laatste zetje geven. Zo. Hoppakee. Gruwelijk. Lekker hoor. Echt, wil één van jullie trouwens voorin zitten? Want ik wil ook achterin hoor. Nee hoor. Ik vind het wel gezellig. Ik hoop jou nog. Ja? Oké. Oh, couple goals. We krijgen een stil warm voor jou, ja. Even voor de duidelijkheid, Noël en Kim zijn een stelletje. Oh nee. Nee, dit zijn geen stelletje, maar wat er nog niet is, kan nog komen, hè? Verder geen druk of zo, maar het zal wel leuk zijn. Goed. Ik haal die meisjes weer achter. Ze worden weer boos op mij. Oprecht. Zo mooi die regendruppels. Ja, soms dan stelt mijn camera scherp. Wat? Ja, dit is wel sick hoor. Check die palmbomen daar staan rechts. Die leven gewoon nog, hè? Ja, mooi hè? Dat vind ik echt mooi. Ik vind palmbomen heel mooi. Misschien dat wij die ook krijgen hebben in die woning. Ja, in Nederland is het wel moeilijker om leven te houden volgens mij. Je hebt inmiddels wel palmbomen die tegen kou kunnen hoor. Ja, die gekoloniseerd zijn. Ja. Dat is echt. Ook alle olijfbomen hier zijn ook nog gewoon mooie plaatjes aan en zo. Ja, klopt. Niet normaal. We zijn hier dus serieus geweest. De poort gaat open met de
camper met Daniel en Francis. Ja. En we zijn hier wel vaker geweest trouwens. En nu ook, want hier rijden we dus serieus langs als we naar het skigebied gaan. En we dachten van, weet je, misschien is het wel echt super gaaf om aan Luke en Kika te vragen of we hier op de winterglamping mogen logeren voor een nachtje. En dat mag. Dus dat is wel echt super leuk. We zijn nu ongeveer halverwege naar het skigebied. Ja, precies halverwege. Ja, en als we dan vanaf hier straks nog daarheen gaan, moet er nog een klein uurtje. En als we dan aan het eind van de dag hier weer heen gaan en we gaan hier eten en we blijven hier slapen, kunnen we morgen meteen weer de helft rijden. Zijn we dichterbij. En dan kunnen we daarna weer terug naar ons appartement. Maar dan is het wel leuk om hier gewoon weer eventjes een nachtje te slapen. Ja. Het is gewoon lekker leuk voor het avontuur. En ja, we gaan dus nu alvast hier even de laptoptas. Het is niet handig om in de auto te houden. Dus die gaan we hier eventjes droppen bij de receptie. En wat andere tassen met kleding, hoeven dat niet mee te nemen. Dus dat is wel echt tof. Dus laten we hier even gaan kijken. En uitzicht hier zo. Ja, is echt mooi. Het is niet normaal. Het is serieus. Oh ja, ik zag trouwens net, ik ben benieuwd, welk woord geven jullie het woord van 2021 voor, wat was het ook alweer? Wat wordt het tienerwoord van 2021? Ja. En er wordt nu gekozen uit het woord drip, vissa of sheesh. Sheesh, sowieso. Yeah. Ja, of drip. Ja, ik drip was ook wel veel. Vissa, ja. dat is toch niet meer. Vissa is toch al gewoon oud. Vissa is lit. Ja, vissa is lit. Ja. Denk ik. Ja, ik denk cheese hoor. Cheese! Cheese! Het is jammer dat jettig dat er niet in staat. Ken je dat niet? Wat? Ja toch? Ja toch? Ja, maar dat is geen woord. Dat was al een bestaand woord. Dus het is geen nieuw woord zoals cheese. Ja, dat is een nieuw woord. Nee, geluid. Cheese! Jeez. Ja, of drip dus. Of, drip. Drip bestaat ook al heel lang. Ja. Drip. Maar ja, het is nog nooit drip. Als tienerwoord verkozen blijkbaar. Maar ik ga voor cheese. Okay. Ik ben benieuwd, dames en heren. Waar gaan jullie voor? Laat het even weten in de reactie. Ik ga even mijn schoenen aandoen. En dan gaan we met een buurt, Miel. Hallo. Jetzo. Hola, supermercado. Calablancas por aquí. De la Bancos. De la Bancos. Maar dat is Spaans. Ja, de la Blancas is Italiaans. Ciao bella! È bello! Ciao bello! Ah, popri pipri papri! Coordinateur, oh oui oui! Oh, dat is Frans. Oké, mondkapje. Hey! Marlo. Hey Marlo, snel met je onder de douche. Hey, ja, hey, ja. Mooi kind, mooi. Kijk eens eventjes. Oeh, dames en heren. En check de hoodie die ik weer even uit de kast heb gehaald. Ja, 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 ja. Keihard. De dikke vette Peace collectie was dat. Echt gruwelijk. En die is toen ook gedropt toen wij weg waren met de camper. Dus dat was echt nice. Maar check eens eventjes hoe mooi het is. En check daar vooral. En daar, het topje van de berg is gewoon helemaal wit. Weet je wat echt heel erg geinig is? Dat het lijkt net alsof ze met een mega grote spuitbus die bergen hebben bespreid zo aan de bovenkant. Weet je dat je dat zeg maar doet bij je kerstboom met die witte spray, wat Marjan en ik dus ook wilden doen? Lijkt net alsof ze dat hier met die topjes hebben gedaan. Echt super vet ziet dat eruit. Dat is leuk. Even een foto met z'n tweeën. Dit is het fotolijstje. Dat is wel echt leuk hoor, serieus. Laat staan in de avond als het licht aanstaat. Ja, dat is geniaal dit is. Ja, ziet er echt vet uit. Dat is leuk gedaan qua decoratie. Mooi joh, ze hebben het echt leuk gemaakt hé. Check dan, helemaal woonkamer vibe. Hier zo met zo'n lekkere kerstsfeer. Wow, het is zo vet om het zo nu helemaal in kerstsfeer te zien. Terwijl we gewend zijn in de zomer. Dat het gewoon hier zit dan een hele grote winkel waar je van alles kan halen voor de zomer. Ja, het is echt is anders. Hey Luca! Dat is onze favoriete Italiaan die een beetje Nederlands kan. Dat is echt geinig. Ja, dit wordt echt lachen, joh. We gaan gewoon Nederlands tegen hem praten. Ik zeg niks in het Engels, niks in het Italiaans. Ja, dit wordt echt lachen. Hij heeft ook een mooie kersttrui bij, joh. Zo, Luca. Ja, alles goed? Hi. Hi, nou wel. Luca. Hi, Kim. Hi. Hallo. Wat heb je een mooie kersttrui aan? Ja, kijk. Oh, kerstsokken. Wauw, mooi. Maar alles goed met jou? Ja. Mooi. Heb je sinaasappelsap? Ja, nee. Nee? Geen sinaasappelsap? Ik vind je Nederlands zo mooi. Nederlands praten. Je bent een chef. Waar is je winkeltje? In de receptie. Ah, in de receptie. Oh, wauw. Ik zie het. Maar kan je nou alles verstaan wat ik zeg? Dat is too much. Is too much, too much. Te veel Nederlands in één keer. Maar dit is dus Luca. Misschien kennen jullie hem nog van afgelopen jaar van in de zomer met het mooie weer dus.
Geniaal. Nou, daar gaan we, dames en heren. Laatste stukje, kleine uurtje. Ik ken de bananen. Hij doet ook snel de deur dicht. Oh, ik heb zo'n lachkick soms met Noël, dat is echt niet normaal. Maar het is in dat uurtje wat weer uurtje. Weet je wat het is? Ik zeg dan van uurtje. En dan zegt Noël uurtje. Hij kan het ook helemaal niet uitleggen eigenlijk. Maar het is gewoon grappig. Maar het is in een uurtje is het echt gewoon heel erg opgeklaard hier, zoals je kan zien. En vooral daar. Moet je kijken hoe dat eruit ziet. Niet normaal, hè? Gewoon de helft van de berg aan de onderkant is gewoon donker. En dan heb je zeg maar de wolken. En dan daarboven is het gewoon wit. Het is zo ontzettend bijzonder. Het is zo super gaaf. Kijk dan hoe dat eruit ziet. Niet normaal. Oké, dames en heren, ik ga het laatste stukje rijden. Woe! It's silent now, we don't say a word. We're just looking at each other. Tears in our eyes from the words we said. Yeah, it kinda broke my heart. Loving you is not so goddamn easy as you think. I'm trying my best to hold on, but I feel myself giving. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. I don't wanna change who you are. Oh, ik wil seks met die kale. Zo fijn. Ja, dat verwacht ik van Kim vanavond op de bar van de Apricie. Ja. Zeg met die kale. Dit nummertje, ja. Nou, dan is jij dat gewoon zingt. Je hoeft niet... Ik dacht al, nou, we gaan niet meer, hè. Ja, nee, ik weet dat Noël niet kaal is. Goed. Noël, wil je haar in even afscheren? Hij heeft al die opskeer, maar ja, erbovenop laten zitten. Echt, hè? Nee, je bent wel een keer gemillimeterd geweest. Zo. Het stond je wel goed, nee, vond ik. Ja, vond ik ook, ja. Ja. Jawel, jawel. Vond ik wel. Ik ga dat... Ja, lekker schoren. Lekker baardje. Maar ik ga wel, Noël, deze vakantie, sowieso, weer eventjes laten... Dat is zo als je fijn slaapt. Ja, dan maak ik hem wel in de ochtend wakker en dan doe ik zo... Dat wordt sowieso wel leuk. Sowieso wordt schrik nog wel gewoon altijd. Want ook als je hem niet wil laten schrikken, schrikt hij. Oh, altijd. Maar ja, ik wil die met die koptelefoon op, dat is echt wel de ergste. Die heb ik zo vaak teruggezien op TikTok. Ja. Die was echt erg. Erg verschrikkelijk. Ja, en nu de Enzo Knol Shorts is, komen die ook allemaal daarop. Ja. Dus ja, flitspaal 50 km per uur. Weet je wat het is hier met die flitspalen? Kijk, je ziet er daar één. Ze hebben geprobeerd in te dekken met waar? Sneeuw. Maar ja, dat lukt natuurlijk niet. Daar, die oranje. Ja, die oranje. Ja. Zie je, heeft de politie daar sneeuw opgelegd. Zie je dat? Ja, ze willen... Maar dat werkt helemaal niet. Nee, dat werkt helemaal niet. Wij zijn Nederlanders, best slim. Soms kaal. Maar, nu is het zeg maar zo. Shout-out naar mijn opa. Shout-out naar mijn vader. Ja, die is 80% kaal trouwens. Ja, die heeft nog wel haar. Die heeft nog wel een beetje haar. Ja. Maar, nu is het zeg maar zo. Flitspaal 50 km per uur. We kunnen dat helemaal uit ons hoofd. Want je hebt dus heel veel van die oranje palen. Ja. Alleen die doen het alleen als er een politieauto bij staat. Hé, hey, trouwens, hier gaan mensen al naar boven, hè? Zie je dat? Kijk, daar loopt iemand met zijn skis. Maar betekent dat we hier moeten stoppen? Ik heb geen idee. Want hij zegt hier nog dat we 18 minuten moeten rijden. Ja, we gaan nog even door. Dus we gaan naar een andere piste. Ja. Een betere piste. Hopelijk. Geen idee. Sowieso zo apart, want serieus echt een klein uurtje rijden. En het is gewoon letterlijk in één keer super veel sneeuw, overal wit. Ja. Wat? Geniaal. Wit?
Ja, echt super vet. Spierwit. Echt gaaf hoor. Maar wat wil je zeggen over die flitspalen? Ja, dat dus alleen werkt als de politieauto. Oh, dat heb je al gezegd. Ja, dat was afgeleid, sorry. Oké, dan komen we over 17 minuutjes bij jullie terug. Ja, zeker weten. Wat is het nou weer? Ja, jullie gaan plassen. Ik dacht, mooie sneeuw erbij. Ah. Ik dacht, die wilden we even filmen. Ik heb weer een natte poot. Je wil seks met die kale. Ik zie helemaal geen kale hier. Nee, schat. Ik wil seks met jou. Hé, hey, god. Jij bent mijn vrouw. Ja, dat is logisch. Ja, dat is logisch. Ik heb jou in mijn vizier. Oh. Hij is afgeleid. Hij wil hem nog wel gooien, sowieso. Noël gaat zo wel huilen om zijn handen. Ja, die koude handjes. Nou, en zo ook even plassen. Ik moet eigenlijk ook plassen, maar ik doe dat straks wel even op de wc. Oké, jongens, even een verwachting. Wat gaat Enzo doen als hij hierheen komt? Sneeuw en auto gooien. Hij gaat ook gek dansen, hè? Ja. Ik zei het en hij deed het. Hij heeft zijn leeuw ook echt om 6:30 hangen. Ja. Echt, hè? Oh mijn god. Ik ben het raam ook in geslagen. Vang met je mond. Zo. Ik zei, je stond nog met je rug naar ons toe. Ik zei, oké jongens, wat gaat Enzo straks doen als hij zich omdraait? Kim zei, sneeuwbal gooien. Ik zei, en een gek dansje. En precies toen ik dat zei, ging jij zo gek dansen. Laten we gaan, ik heb zin om te sneeuwborden. Sneeuwborden. Ik heb ook super veel zin om te sneeuwborden. Ja, oké. Zullen we deze hele vakantie gewoon sneeuwborden noemen? Even als snowboarden? Is gewoon een Nederlands vertaling. Ja, snowboarden. Maar borden. Oh, ja. Sneeuwplanken. Sneeuwplanken. Ik ga weer rijden, naar de berg. Ik zie Noël al gaan, zie hem al gaan. Oh wat erg. Hij valt op zijn rug. Dat vind ik niet leuk. Pas nou op hoe je rijdt. Want voordat je het weet heb je een deuk. De wereld is mooi. Waarom blijf je in je kooi? In je kooi, ga nou naar buiten. Daar is zoveel sneeuw. We leven in een mooie eeuw. Hey! We zijn amuzikaal. Goed. Ik weet het ook allemaal niet. I don't wanna change who you are. The things you say is always one step too far. Wat voor maat heb je? Je hebt je mondkapje verkeerd hoor. Kijk wel. Beter. Oké, we zijn dus nu even in een skiwinkel. Het is wel een hele kleine skiwinkel hier. Maar wel lekker gezellig. Ja, en Noël die krijgt nu snowboard, boots en een snowboard. En ja, dan gaan we naar de piste. En ik ben nu, Marvin is even naar de wc geweest. En ik ga nu eventjes skipassen regelen. Want die zijn online goedkoper dan dat je ze hier haalt bij een kassa, zeg maar. Dus gaan we even online skipassen halen. Dus dat ga ik nu even regelen via de telefoon. En dan hopelijk gaat dit helemaal goed komen met Noël. Is het in? Ja, het fitting very well. You're touching. Touching? Huh? Oh, no. Do you feel hot? No, it's very good. Is okay? Wie is Ferry? Hoe is hij? Oh, don't need to pass the other. Jouw Engels is zo mooi. Dude, mijn Engels is goed. Excuse me? Oh. My English is good. Ah, okay. Right? It's good. Oh, it's going off. That's more difficult than before. Ah, thank you. Very nice. I find it okay, my boy. Oh, the board. Meters. How long are you? Three.
185, oké. Ga even daar staan. Ja. Even kijken. Hoe lang hem? How long I am. Ja, even. Kijk eens echt naar voren. 1,85, ja. Yes. I said that. 185. Yes. Oh. Oh jee. Ja, like it. Someone says that want a shorter one or a longer one. No, I like it. Okay. Good. My board. You like this? Yes? I like that. Yes. Yes, I like that board. You like that? Yes, I like it. Very nice board. Oh, zo grappig dit. Oh, pijn in mijn buik. Je hebt een dikke slag gefixt. Nee, heb ik daar tijd voor gehad. 15-15. 50-50, hoe? 15. De feet. Oh, de degrees. Oh, left feet forwards. My left feet is on the front. On the front. It's the regulation here. 15 grads. Ja, dat is graden, 15 graden. Like this or like this. Hij werkt die toch? Ja, maar hoeveel graden wil jij? Like this, when you ski. Like this? Oké, ik heb Noël nog eventjes geholpen en ik heb aan die man gevraagd of die gewoon de beginner pose of gewoon de standaard houding, zeg maar, kan toepassen op het snowboard. Want je hebt, zeg maar, volgens mij de meeste mensen die staan, zeg maar, zo. Dus met hun linkervoet een beetje schuin, rechtervoet een beetje schuin. En volgens mij is dat iets van inderdaad 15 graden aan beide kanten. Maar je hebt ook mensen die staan bijvoorbeeld met beide voeten een beetje naar rechts. Of eentje midden en eentje wat meer naar rechts. Of allebei naar links. Of ik weet niet. Iedereen heeft een beetje een eigen houding of zo. Alleen, ik denk dat als je gewoon normaal standaard snowboard en gewoon altijd huurt, dat je dan gewoon altijd de standaard metingen 15 graden, 15 graden hebt. Ik weet eigenlijk geen eens hoe dat op mijn bord staat. Maar dat, ja, gaan we wel zien. Volgens mij staat dat allemaal goed ingesteld. Maar ik heb de tickets online gehaald voor 4 personen. Dus dat is allemaal geregeld. Dus we kunnen onze pas eventjes ophalen hier verderop bij de ingang. En dan kunnen we scannen en dan kunnen we gewoon met de gondel omhoog. En ik ben super hyped. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik kan echt niet wachten. Hoe leuk is dit? Dat we gewoon in één keer hier zijn met deze omgeving. En in Italië. Ik heb nog zo het gevoel alsof we in Oostenrijk zijn. Omdat, ja, ik ben altijd eigenlijk naar Oostenrijk op vakantie gegaan met windsport. 1 keertje in Frankrijk. Maar nu gewoon Italië. Hoe vet is dat? Heeft hij zijn bord bij zich? Ja. Oké, dan zal ik hem even helpen om het in de auto te krijgen. Maar het is in ieder geval gelukt. De pasjes kunnen we ophalen. Oh, chill. Ja, en dan is alles gefixt. Toppie. Super nice. Maar dan echt moeten nice. We wel even weten waar die plek is waar we het nu kunnen ophalen. Oh, gaat dat goed zo? Au! Elke keer. Wacht even, want als je hem nu dicht doet, dan gaat hij goed. Want dan knalt hij hier tegenaan. Oké, ja, dan moet je oppassen. Ik help even. Moet hij iets omhoog? Moet je het beste ja, maar dat. Nee, juist, zo. Oh, ja. 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 Ja, ja, ja. Heb je? Ja. Ja, dat past. Ja, dat is ideaal toch? Ja, het is niet het meest praktische met 4 snowboards in deze auto, maar het gaat lukken. Nou, zijn jullie klaar met TikToks? Helemaal kut. Oké, geniaal. In ieder geval, oh, dit ziet er ook wel geinig uit zo met mijn buffertje op mijn kop. Zo, dames en heren, dat ziet er wat beter uit. Hoppakee. Zoals jullie zien, ik heb gekozen voor de rode jas. De rood-oranje jas. Toch wel heel erg blij mee, want dat valt gewoon wat meer op de piste en dat is wel handig. Maar in die valt sowieso het meest op, denk ik. Ja, denk ik ook. Ja. Kim ziet er nice uit, lege broekje erbij. Mario een outfitje. Deze jas gekozen. Noël outfitje. Waar heb je die vandaan? www.knoppau.nl. Dus we gaan er vandoor. Lekker op de piste. Ziet er goed uit daar. Verderop. Oh, ik heb er zoveel zin in. Ik kan echt niet wachten. Hier is de gondel. Dus dit wordt echt super dik. En we hebben blijkbaar heel erg veel geluk met het weer. Want het zou dus niet zo mooi weer worden, maar dat is het wel. En zoals jullie zien, knolpowerboard, hoppakee. Oh, dat wordt de eerste keer op mijn nieuwe board. Wordt super dik. En Marion is een beetje zenuwachtig omdat ze haar linkervoet voor heeft. Ja, dat was de eerste keer dat ik daarmee ga oefenen. Dus ik denk echt dat vandaag een beetje een
klungeldagje wordt. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Maar gelukkig heeft Noël ook links voor. Dus ik kan altijd achter Noël aangaan en dan hem proberen te kopiëren. Ik vind het sowieso wel echt vet als we met z'n vieren allemaal snowboarden. Ja, dat sowieso. Ja, dat is wel echt cool. Bij dit apparaat hebben we dus net de kaartjes opgehaald. Echt ideaal. Ik had dus online tickets gekocht en hier hebben ze die uitgeprint. Dus ja, nu kunnen we boord pakken en dan hier met de gondel omhoog. En zoals jullie zien, er is genoeg om vanaf te gaan. En als het goed is, is het een heel mooi gebied. Nou, daar gaan we nu achterkomen. Center of attention, they all want some. I'm like fire, hot as the sun. The dance floor is burning, call 911. Hands on my body, I'm loving the heat. Zijn er, eindelijk! Zo, deze lift duurde echt wel 20 minuten. Ja toch, 20 minuutjes? Minstens. Let's go! Yeah! Namen. Oi, oi, oi. Zoveel zin in. Oh, pas op de stap. Piep. Hoppa. Hey, het begint te sneeuwen. Snee. Lekker verse snee. Hier is zo'n restaurant. Ja, wij moeten eigenlijk eten. Want het is 1 uur in de middag en we hebben alleen een croissantje gegeten. Maar letterlijk 1 croissantje. Dus ja. Maar we hebben ook zin om te gaan. Ja, gaan wij eerst naar beneden een stukje? Anders dan eten we halverwege ergens. Eerst even kiezen. Ja, gaan we doen. Wayo, wayo, dames en heren. Wayo, wayo. Dit is insane. Dit is niet normaal. Oké, dames en heren, ik denk dat we kunnen gaan. Wayo, wayo. Let's go. Wat doet Noël? Wayo, dit is spannend. De eerste keer, dames en heren, op mijn nieuwe board. Nieuwe jas, nieuwe broek, nieuwe helm, nieuwe bril, nieuw buffje. Alles nieuw. Mercy. Tuurlijk wel, gewoon gaan. Ja, gewoon gaan. Ga jij even met je andere been. Ja, gewoon eerst dat. Is toch prima? Zoals jullie zien gaat het aardig stroef, maar dat is natuurlijk logisch. Even wennen. Oh, oh, allebei vallen ze. Nou, ik ga even een klein stukje naar beneden. Even kijken hoe dat is met dit bord. Zo, dit is wel even wennen weer. Ja, echt. Oh mijn god. De omgeving is ook zo... Holy moly. Wat lijp, hé. Ik kan het niet. Het is gewoon eventjes wennen. Wat jij deed op het begin was super nice, ja. Gewoon... Die bocht kan ik wel, maar meteen kan ik niet. Nee, maar daarom. Eerst even de hele tijd die bocht doen. Ik kan het niet, zeg maar niet. Ik heb echt precies die kan ik niet. Ja, maar dan moet je... Gewoon wat ik al zei, eerst gewoon naar beneden en de hele tijd één kant. Eén kant, één kant. Die andere bocht komt later wel. Gewoon even rustig naar beneden eerst. Yo, dat zag er wel vet uit. Huh? Je maakt helemaal een wheelie. Ja, nice. Ongelooflijk, dames en heren. Ik wilde eigenlijk zeggen, ik snap er helemaal niks van. Kijk eens eventjes hoe dit eruit ziet. Jeetje, Mina.
gruwelijk. Echt serieus, dit is zo vet. In Italië gewoon. Ah. Super vet. Ah. Oh, ik moest gewoon heel eventjes een klein stukje naar beneden gaan. Want dat voelt gewoon zo lekker, hè. Oi, oi, oi. Ik merk dat Maiwen het echt heel erg lastig vindt. Nu ze echt vast zit aan één kant, zeg maar. Want ze heeft nu een bord en dat is echt puur voor links. Links voor. En dat zit heel erg in Maiwen haar hoofd. Van ik moet links, ik moet links. Maar soms wil ze ook nog rechts. En het is heel lastig. Maar ik ben trots op ze. Ze doet het goed. Daar komt ze. Ja, heerlijk. Ja. Ik bedoel, het liefst heb ik dat de zon schijnt, ja, maar... Dat is wel beter. Zie je net wat meer ook. En nu is het wel eens moeilijk om, zeg maar, de diepte in te schatten. Of van die bultjes en zo. Ja. Maar hij is best wel vlak, vind ik hoor, de piste. Het valt me nog mee hoeveel op zo'n bobbel er zijn. Klopt. Op de bobbel. Cool. Nou, we hebben heel even snel wat gegeten. Schnitzel naar binnen gewerkt met patat. Het was echt niet te vreten, maar dat maakt niet uit. Het was gewoon even snel en simpel. En gaan we nu weer verder, want daarvoor komen we natuurlijk uiteindelijk. Om gewoon lekker te snowboarden en te genieten van windsport. En niet zozeer voor het eten, ook al moet ik zeggen. En voor de trouwe kijkers, jullie weten het. Keizersmarren. Daar kan je me serieus voor wakker maken. Maakt niet uit hoe laat. Maar goed, even snel alles weer aandoen. Daar gaat het wel. Wat doe je? Alles even snel weer aandoen. En dan gaan met die handel. Ja, Noël zit in de war met de Kim. Maar het bord is zo sick, mensen. Ik kan er echt van genieten, heerlijk. Oh, ik heb het zo naar mijn zin, dames en heren. Niet normaal. Echt serieus. Ongelooflijk. Oké, dames en heren, daar gaan we. Oké, dan nu even de vraag. Waar zijn ze heen gegaan? Rechtdoor of rechts? Ik heb geen idee. Daarheen of daarheen? Ik denk daarheen. High five!
is diepe sneeuw. Let's go! Yes, Marvin! Woo! Hands up, such a rush. I love having you here with me. To dream big is no sin. The sky has no limit. Nou, we kunnen precies met z'n vieren. Hey! Je hebt helemaal geen ding. Nee. Huh? Je nergens je voeten moeten leggen. Nee. Je hebt hier geen ding voor je voeten. Van een cijfer van 1 op 10. Wat geven we de sneeuw? Nou, die geef ik wel een 8, denk ik. Ik ook een 8. Ja, ziet fijn. Er mooi wit uit. Ja. Ik ga mee met de 8 hoor. Keurig, keurig, keurig. Maybe I was confused or did you feel it too? In that room it suddenly just felt like it was me. Hallo? Zo, hebben we het eerste zitliftje gehad. Of hoe noem je dat eigenlijk? Klein makkelijk liftje. Bij dit liftje had je niet beneden van die stangen dat je je snowboard of je skis erop kon zetten. Dat zie je ook niet zo vaak, denk ik. Meestal heb je wel van die ijzeren dingen waar je je skis en snowboard op kan zetten. Oké, en zo minder lullen, meer snowboarden. Woei! I am alright. There's something about the way you make me feel inside. I'm counting down the days till we fly away. Heading to the sun, only you and me. Don't wanna waste another day being stuck here in this place. No, wanna hold your hand in mine. Watch the sunset in your eyes. Baby, I wanna still act like we are 22 right now. Just let go, lose control, play songs on the radio too loud. This could be magical. Ik weet niet of dit een handige keuze was voor mij. Uh-oh. Misschien is dit serieus een pad naar gewoon een hotel. Dat kan ook nog. Oh, dit is wel zuur aan snowboard, zeg maar. Want ja, we zitten gewoon vast. En ik moet het sowieso losmaken om even te gaan steppen. Alleen, ik zag een mooi bospaadje zoals jullie dus ook door hadden. En ik dacht, oh, dat is wel mooi om mee te gaan. Dit bord trouwens is sick. Ik step één keer en ik glij super lang door. Die nieuwe boards van ons zijn echt insane. Dat is niet normaal. Super goed. Echt blij met deze keuze. Maar ja, dit bospaadje gaat hopelijk ergens naar een lift toe. Anders moeten we helemaal terug. Ik heb eerlijk gezegd, ik zie voor de rest ook niemand anders. Uh-oh. Skiers, die hebben natuurlijk die stokken, dus die kunnen even een paar keer zo doen en klaar. Zie je al wat daar? Oh nee. Is daar een lift? Ja, heel ver wel hoor. Oh. Sorry, het zag eruit als een mooi bospaadje.
Oh ja, 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 daar kan wel. Er is wel een stukje nog. Maar één ding is zeker. Is dit bij de auto? Is dit bij de auto? Ja. Echt? Wat? Maar wat ik wou zeggen, één ding is zeker. Ik heb me nog nooit zo zelfverzekerd gevoeld op een snowboard, echt. Ik ga echt als een gek naar beneden. Tenminste, zo voelt het. Ik weet niet of dat er zo uitziet. Wow, dit is inderdaad bij de auto, ja. Hé, hey, dan is het helemaal nog niet zo gek. Maar anders gingen we daar helemaal rechts. Die moeten straks dus mee beneden en dan komt full cent naar beneden. Ja, we gaan nu weer met dezelfde lift helemaal omhoog. En dan daarna weten we dus... dat als we hier het tussen haakjes bospaadje hebben, dat we full gas moeten gaan. Full gas, want dan kom je nog een beetje in de buurt van de lift. Dit is wel echt naar. Maar kijk, hierachter heb je de grote parkeerplaats. En daar kan je dus de auto neerzetten voor 5 euro de hele dag. Prima. En nu ik dit zo zie, klopt het ook. Want toen ik mijn snowboard aan het aandoen was, of tenminste mijn snowboard spullen, zag ik snowboarders lopen hier. Dus iedereen heeft het uiteindelijk wel een stukje. Hij moet hem daar toch afdoen bij de lift. Dus ja. Ja, sommigen die kunnen een beetje naar beneden glijden. En dat kan ik ook wel een beetje. Zonder dat je ze allebei vast hebt. Dus zoals dit. En dan druk je je linkervoet druk je tegen het bord aan. En dan kan je wel redelijk naar beneden gaan zo. Zonder dat je valt. Tenminste, als het goed is. Ja hoor. Ideaal. Nou, nu zijn we er. Dan gaan we weer met de lift van 20 minuten naar boven. Whenever I'm with you, I am alright. There's something about the way you make me feel inside. I'm counting down the days till we fly away. Heading to the sun, only you and me are. Hey. Gaat het? Ja, lekker man. Ja? Onderuit zie je hier. Lekker weertje, hè? Zo, even fris neusje halen. Die meiden laten eten poepjes in die... die zitten de hele tijd ruffjes te laten in die kar. Zo! Oh, even frisse lucht, hoor. Ik weet niet wat die meiden hebben gegeten gisteravond. Oh. Nou, ik ga weer naar binnen, ja? Zo. Zo, ik ben er weer klaar voor. Ben er klaar voor. Deze keer heb ik alleen een stok in mijn handen die echt 3 keer zo lang is dan de andere stok die ik had. Dus dit belooft wel wat gave beelden, denk ik. Als ik de stok in ieder geval kan vasthouden, want het is best wel zwaar. Maar daar gaan we. Oh, dat is zo zwaar, maar zo grappig. Ik ben echt zo benieuwd hoe dat eruit ziet. Oh mijn god. Woe! Goed. Steeds beter. Ja? Ja, gaat steeds beter, mensen. Let's go! Oh mijn god. Hoe gaat die bij jou? Ja, lekker man. En ik vraag me af hoe het met haar gaat. Ja, mij gaat ook goed. Ja? Ja. Mooi. Nou, kunnen we gaan. Said, yeah, it kind of broke my heart. Loving you is
is not so goddamn easy as you think. I'm trying my best to hold on, but I feel myself giving. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. I don't wanna change who you are. The things you say is always one step too far. But I know that I've played my part. I'm hurting you as well. I guess that we should say we're sorry. Say we're sorry. Say we're sorry. Oh, joi, wat vet, hè? Top, ja? Ongelooflijk. Maar je merkt dan dat helemaal op het begin, toen we begonnen vanochtend of vanmiddag, toen was het zeg maar heel rustig naar beneden. Dan heb je alle energie. En dan nu ga je gewoon best wel snel naar beneden. En dan ben je meteen kapot, hè? Nu gaan we wel wat harder, ja. Ja, zeker. Ja. En hoe ver jij in één keer vooruit bent gegaan van vanmiddag begin tot nu halverwege? Ja, echt blij mee. Ja, is echt nice. Ben ik ook blij mee. Ja, dat was echt struggle geworden. Nee, linksvoor. Dat is gewoon hoe jij snowboardt. Dus dat is top. Ja. Heel nice. It's not so goddamn easy as I think. You try your best to hold up, but I see you giving in. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. Oh joh, weet je wat echt sick is, dames en heren? We zijn gewoon de laatste. Gewoon de allerlaatste, serieus. We hebben nog even wat vette foto's gemaakt hier zo. Want de zon die gaat nu onder. En er is hier een meneer en die werkt hier. En die is dus nu aan het controleren of iedereen is geweest. En die zei al tegen ons zo van... Jongens, dames, gaan jullie nu? Want jullie zijn de laatste. Andiamo, zei hij. Dus ja, dan gaan we maar. Gruwelijk. Oh my god, zo sick. Oh, yo. Echt genieten hoor dit. Niet normaal. Wat doet hij nou dan? Lekker hoor! Woe! Heerlijk! Zo, jij ging ook lekker hè, schat? Ja, steeds beter. Sluit je die laatste piste goed af? Niet dat je het gek doet? Nee. Oké, let's go! Goed is, redden we het net. Dag niet. Net niet. Alweer!
Gaat ie goed? Pas dan wel op. Doe morgen maar. We hebben nu al wel eigenlijk een beetje te vaak gehad dat we het bord los moeten maken en moeten lopen. Ja, dat is als snowboarden zijn echt kloten. Ja, klopt. Anders ja, wat ik al zei, heb je die stokken. En nu gewoon dit, zo. En hoppa. Beetje bij beetje. Zo. Maar we komen er wel. De zon is onder. Het wordt steeds donkerder. Dus qua timing is het echt perfect. We zijn klaar voor vandaag. Uh-oh. Ja, ik doe hem hier nu ook uit. Gewoon in het donker terug bijna. Ja, ziek. Met schemering gewoon. Maximaal van genoten. Hoppakee. Zo. Zo. Oké, dames en heren. We zijn aangekomen hier bij Idro. En ik ga jullie even laten zien waar we verblijven. Want het is echt serieus super gaaf. We hebben zojuist sleutels gekregen. En Maiwen die zit meteen in het eerste huisje. Ze noemen het Cube. Noël die heeft een eigen en Kim die heeft een eigen. Maiwen en ik delen er eentje. Het is echt serieus super gaaf. Vanaf de parkeerplaats hier kan je meteen er naartoe lopen. En dan kom je op een klein pleintje. En dan zie je al meteen dit gewoon zo schattig staan. Dit is nummer 4. Daar zit of Noël of Kim in. Dat weet ik niet. En dan heb je daarnaast heb je nummer 5. En dan heb je daarnaast heb je nummer 6 en daar zitten Maiwen en ik. En dat staat hier op dit pleintje zo. Super schattig. Dus heb je allemaal van die cubes, van die vierkantjes, vierkante huisjes. En ik zal je laten zien hoe nice dat eruit ziet. Ongelooflijk. Echt super schattig. Mooi zitplekje. En check dit. Wauw. Hey, hallo, en het is ook lekker warm, hè? Oh ja, snel de deur dicht. Oh, oké, dan hebben we hier een koelkast. Dan hebben we hier een keukentje. Oh, lekker hoor, lekker, lekker. Dan hebben we hier de tafel, bankje. En dan kan je dit zo helemaal dicht doen. Ja, dat is ook lekker, denk ik. Dus dat is wel echt super fijn als je dat helemaal zo dicht doet. Ja. Volledige privacy. Je kan dit natuurlijk ook nog dicht doen. Maar echt heel erg nice. Ja, en dan heb je zelfs een dikke tv hangen, joh. Wat ziek. En dan hebben we hier ons bedje. En een badkamertje zelfs, hè? Ja, en dan hebben we hier het badkamertje met een toilet, spiegel, wasbak. En dan hier lekker douchen. Maar, perfect, hè? We hebben gezien dat je hier, en dat hebben ze dus daar klaargezet voor alle gasten die hier komen. Echt super gaaf. Ze hebben dus een jacuzzi, een hot tub en een sauna. Dus Marjus zei, dat kunnen we vanavond wel doen. En toen dacht ik van, nou, we hebben nog 3 kwartier tot we gaan eten. Laten we dat nu eventjes doen. Dus we gaan doen gewoon even, we hebben geen zwemkleding bij ons of wat dan ook. Maar ik zie daar wel badjassen liggen. Ja. Dus laten we gewoon een badjas pakken en dan daaronder gewoon onderbroek. Ik heb gewoon sport BH. Ja, gewoon sport BH, onderbroek. En dan gaan we even lekker chillen. Ik denk wel lekker voor de spiertjes, want... Dan gaat jeuken bij mij altijd. Dat ik dan heel koud heb gehad en dan niet warm. Maar dat is zo lekker. Ja, dat is wel echt super lekker inderdaad, ja. Maar het snowboarden vandaag ging goed, dames en heren. Ik ben echt blij mee dat het zo goed is gegaan. Ja, ik ook. En ik denk dat het wel vette beelden heeft opgeleverd ook. Ik wil weten wat het is met snowboarden en windsportvakanties. Ik ben zelf altijd degene die filmt. Dus ik word niet zelf heel veel gefilmd. Omdat Marvin die moet sowieso vandaag nog even oefenen. En een beetje haar draai vinden in het links voorstaan. Ja, vanaf morgen ga ik jou filmen, beloof. Nee, weet je wat het ook is met filmen? Het is ja niet om cool te doen dat ik zo goed ben of zo. Maar filmen en snowboarden tegelijkertijd en je balans houden en vette beelden maken is zo ongelooflijk moeilijk. Ja, dat klopt wel. Dus ja, als je überhaupt al wat moeite hebt met balans. En Noël die was vandaag ook af en toe een beetje aan het klooien. Ja. En Kim is ook gewoon lekker aan het snowboarden. Vind ik het ook niet leuk om elke keer dat te vragen. Maar dan weten jullie een beetje waarom de edits zijn dat ik zeg maar heel veel andere mensen film of andere mensen erop staan. En ik niet. Dat is gewoon, het is gewoon lastig. Maar ik denk dat het echt wel vette beelden zijn geworden hoor. En met die lange stokken was echt super grappig om te doen. Maar dat is zo ongelooflijk zwaar. Want die GoPro heeft natuurlijk een gewicht en die hangt dan helemaal aan het uiteinde. Gaat helemaal zo schuin hangen. En dan zit ik met één hand zo van die piste af te gaan. Ja, dat was pittig. Oh, maar wel echt super leuk hoor. En ik heb hier nog even met de drone gevlogen. Dat heb ik niet gedaan daar bij de skiplek. Maar dat ga ik wel morgen even doen. Want ik heb de batterij aan de lader zitten. Dus morgen wil ik even wat dronebeelden maken bij de skiplek. Dan kunnen jullie een beetje zien hoe dat eruit ziet
Zo, en ik zal jullie dus even laten zien wat ik aan heb. Ik heb dus een broek met bretels. Dan heb ik mijn mooie knolpauwhoodie met de piece. Dan heb ik hier bescherming. Dit is een band die je dan strakker doet om je middel, zodat het gewoon goed op zijn plek blijft zitten. Maar dit heeft bescherming voor in je rug. Dus dat is wel echt super chill. Mocht ik ooit een keer een paaltje grinden, heb ik wel eens geprobeerd in het verleden. Mocht ik dan met mijn rug op die paal vallen of gewoon iets anders, dan heb je protectie. Ja, en dan heb ik hier gewoon mijn, hoe heet het ook weer? Mijn thermopakkie. Een witte lange mouw. En dit is niet zo fijn eerlijk gezegd, want ik heb een 3/4. En een broekje thermo is eigenlijk veel fijner als je die helemaal lang hebt. Of als je gewoon goede sokken hebt, want mijn sokken zijn te kort. Want normaal gesproken moeten die sokken over die 3/4 thermo komen. Nou, dan zit er maar één ding op. Dat is lekker uitkleden. En dan badjas aan. En dan gaan. Naar de jacuzzi. Ja, gaan. Oh. Ja, die sokken kan ik wel opzij leggen, want lekker zweet. Zweetsokjes. Maar voor de rest, prima. Volgens mij verbrand je ook wel wat calorieën zo, hoor. Ja, ik heb echt serieus mijn doel gewoon makkelijk gehaald. 620 calorieën heb ik verbrand. Ik heb 580 calorieën verbrand. Ja. Ja, ziek. Nou, sta ik dan. Met mijn blote voeten. In de schoenen. Met de badjas aan. Capuchon op. Hatsakee. Hoppakee. Yes, ready? Handdoekjes mee. Ja, lekker hoor. Let's go. Nou, daar gaan we. Kijk, dan heb je hier de jacuzzi. En, maar die is dus iets van richting de 37 graden. Maar de hot tub hier, en die wordt dus verwarmd door iets van houten onder of zo. Ik begreep het niet helemaal. Wat weet jij dat, schat? Sorry? Hoe wordt dit nou verwarmd? Ja, serieus, mijn ouders hadden ook zo'n ding. Daar moet je gewoon hout in gooien. Ja, wel hout dus. Ja, daar ligt hout en dan zit er gewoon een kacheltje in. Eigenlijk door vuur wordt die warm. Super nice. Ja. Nou, je ziet het rook er ook vanaf komen. En dit is dus ongeveer 39,5 zoiets. Bijna 40 graden. En dan heb je hier eventueel nog een sauna waar je in kan. Ja, echt super nice. En daar heb je je omkleedhokje. En sommige mensen, zei ze, die gaan hier in de sauna. En die gaan dan hier in dit ijskoude zwembadje. En daarna gaan ze weer in de sauna. Schijnt ook goed voor je te zijn. Ik weet het ook niet helemaal. Maar lijkt me in ieder geval lekker. Lekker, hè? Ja, ik denk dat het zelfs een beetje pijn doet aan je benen. 40 graden. Serieus? Ja. Oh, nee joh. Nee? Lekker. Oh. Oh, heerlijk. Oh, lekker. Oh ja, echt genieten. Nou, ik kom er nou bij. Wauw. Oké. Nu lijkt het alsof ik er niet in geweest ben. Ja, echt hè. Nou, we zijn er echt 25 minuten in geweest. Ja, zoiets. Ja, super lekker. Echt niet normaal. Oeh, nu is het heel koud. Nu moeten we snel naar het huisje. Ik pak jouw badjas en dan gaan we rennen. Oh, je wordt heel goed wakker van. Ja, dat echt wel. Oh. Serieus, nu vandoor die kou. Oh, de voetjes ook, hè, daar. Ja, we moeten die schoenen gewoon optillen en dan meenemen. Ik neem de schoenen op. Okay. Oh, weer handdoeken hier. Ja. En ik neem die wel. Ik wil wel even voelen hoe dit is. Oeh ja, doe maar. Oeh, oh, dat is echt ziek. Oh, dat is gewoon bijna gewoon nul, denk ik. Ja, we moeten van morgen dan gewoon, als we met Kim en Noël erin gaan, dan moeten we gewoon even in dat bad even duiken en dan daarna weer in die hot tub. Oh, maar dan is het heel lekker als je weer in de hot tub gaat. Ik vind dat we vandaag te veel ons best hebben gedaan om dat onszelf aan te doen. Het is wel super goed voor je, maar dat doen we een andere keer. Oh, Of... Ah, we zijn nu al bij het huisje. Ja, valt mee. Ja, dan gaan we even lekker opfrissen en dan gaan we lekker eten. Oh, dat heb ik ook al weer zin in. Lekker smikkelen. Italiaans eten is altijd goed, hè? Ja, daar hebben wij altijd zin in. Oh. Dikke prima. Dikke prima. Omkleden. We zitten nu in het restaurant, super mooi aangekleed. Je ziet het hier naast me al, een kerstboom. En hier naast me de kerstvrouw. Hoe zeg je kerstvrouw in Italiaans? La signora di Natale. Signora di Natale. Natale. Oké. Okay. En we hebben hier een prachtige kerstboom, nog een kerstboom. We hebben gekregen met allemaal lekkere hapjes. Is het zo leuk? Ja, en je kan jezelf zien. Hey Kim. Hey. Ja, superleuk. En we hebben hier allemaal shotjes gekregen. Kunnen we even lekker een beetje gaan mixen hier zo. Ja. Ja, echt superleuk. Echt gezellig. En we hebben hier Gnocco Fritto. Gnocco Fritto. Gnocco Fritto. Ja. Nou, die wil ik wel eens proeven. Dat is dus gefrituurd pizza bodem. Ja. Gefrituurde pizza bodem. Nou, ziet er goed uit. Dus we gaan lekker smikkelen. Proeven. Heerlijk. Nou, kijk eens dames en heren. Lekker patatjes. En dan hebben we hier een lekkere burger. Oh, lekker hoor. Marjorie die heeft lekker Italiaanse pasta.
Spaghetti. Nou, Kim, lekkere groen, lekker salade. Jij ook lekker spaghetti. En wat heb jij eigenlijk voor soepje? Pompoensoep. Ja, echt? Ja. Oh, meen je? Soep, ja. Nou, het ziet er lekker uit. Je herkent de kleur. Ja, ik herken de kleur. Dat was het ook het enige. En Luke en ik hebben allebei dezelfde burger. Dus we gaan lekker smikkelen. Hé, hey, Noël, dat je dit nog mag meemaken. Hé, hey, kijk dan, we hebben de kerstman. Misschien wil de kerstman een shotje. Wat roept hij eigenlijk? Hij gaat nu naar de kindje, zegt hij. Ecco una bella bimba, hè. Kijk een mooi kind. Dan gaat hij een snoepje. Ciao, ciao. Kom bij Babbo Natale. Wat is kerstman? Sto cercando tutto bambino. Babbo Natale. Babbo Natale. Babbo Natale. Babbo Natale. Babbo Natale. Babbo Natale. Brava, brava bambina, lo prende regalo. Dus zeg, jij krijgt een cadeau omdat je een klein kind bent. Prego. Ah. Ja, mancato. Ja, solo donne. Lekker, snoepje. Jullie zijn nog blijer dan dat klein kind daar verderop. Grazie, grazie. Ja, echt mooi. Jullie zijn tevreden? Ja, ik ben zo blij. Nee. Mooi. Ik wil wel met jou delen. Ben je tevreden? Nee. Moet je krijgen. Ziet er zakelijk uit. Hij dacht, hij wil vast geen snoep. Nee, als ik de kerstman was, dan zou ik ook wel naar twee blonde dames gaan. Ik snap hem wel. Nou, wat ik nu voorgeschoteld krijg, dames en heren, ik snap er helemaal niks van. In Nederland laten we het gewoon liggen op de grond. Of je raapt ze bij elkaar en je legt het ergens in huis in een bakje als decoratie of zo. Maar dit zijn niet dezelfde kastanjes. Dit zijn kastanjes die je kan eten. Die hebben ze warm gemaakt op vuur. En zo'n kastanje is zojuist opengemaakt. En dat heb ik hier. En ik ga hem nu voor het eerst proeven. Ik heb nog nooit kastanje gegeten, geloof ik. Ik weet ook niet zo goed wat ik ervan vind. Eerlijk. Heb je hem gehad? Ja, een halve. Ik doe hem helemaal. Om dit zoeken. Ja. Die je wel kon eten. Het gezicht zijn gewoon genoeg. Die zijn een beetje afvaard. Ja. Ja. Maar kunnen jullie hier echt heel veel van eten, zoals wij bijvoorbeeld borrelnootjes, dat jullie dit zo... Maar deze eetjes, zeg maar... Die structuur, hè? Wat is dit? Dit is zo raar. Je blijft maar kauwen, hè? Ja, zijn ook echt mensen die dan... Maar ik dacht dat het een noot is. Ja, dat het hard was. Het is helemaal hard. Het is een soort van jam. Harder dan jam. Nee, een soort van aardappelachtig structuur. Aardappel met noot. Ja. Zo apart. Zo'n plant? Ja. Maar één maar die ja, nee, ik laat het bij één. Ja, ik ook. Ja, jij een halve. Een halve, ja. Nee, ik... Nee. Nee, ik vond het leuk om te proberen. Maar ze kunnen wel ook hele lekkere, die is wel lekker, hele lekkere taarten maken van deze kastanjes. Oké, okay. Kastanjetaart. De kastanjetaart, ja. Ja. Ja, nee, wij zetten precies zo'n bakje neer als decoratie, toch, in Nederland? Ja, ja. Maar wij hebben ook kastanjes met die stekels, hè? Ja, die zijn hier ook. Ja? Kastanje amare eten, want je kan niet eten. Nee, met die stekels. Met die stekels, ja. Ja, die ken ik ook wel, ja. Maar als je die stekels openmaakt, daar zit toch... Dat is. Ja, maar niet hetzelfde. Ja, die zijn dan niet rijk. Die zijn, nee, die kan je niet eten. Die kan je niet eten. De planning voor morgen. We hebben alle vier een tijd in ons hoofd. Dat tijdstip gaan wij dus hier vertrekken. Niet opstaan, vertrekken. Ja? Huh? Oh, wacht, dan moet ik even nadenken. Oh, denk maar even na. Jij dacht aan opstaan. Jij dacht aan opstaan. Ja, je bent even helemaal in de war. Ik kan het zien, jij. Neem even de tijd. Hier weg. Komt goed, Kim. Je moet rekening houden dat het een uur en een kwartier rijden. Ja, okay. Rijden. Ja, ik heb hem. Ja? Nee, maar prima. Oké, daar gaan we. In 3, 2, 1, 8 uur. Oké, ik zei 8 uur. Half 8? Ik pas maar bij 8 uur. Wat zei jij? Ik zei 7. 7 uur, jij? Half 8. Eén keer half 8, één keer 7 en één keer 8. Dus ik de meeste stel op half 8 weg hier. Dus dan wordt het half 8? Nee, wel. Maar dan kunnen we steeds het half 8. Dus hoe laat gaan we opstaan? Half 8 opstaan, 8 uur weg. 8 uur. Kunnen we gewoon tussen half 8 weg, 8 uur opstaan? Ja. Laten we gewoon voor 8 weg. Nee, gewoon 7 uur opstaan. Half 8 weg. Is goed. Half 8 weg, ga ik kort op 7 rijden. Ja, is goed. Doen we dat. Ja, dat wordt leuk morgen. Gezellig.
Morgen, tweede dag snowboarden. Ik heb ook super veel zin in. We zijn allemaal warm gelopen nu, dus we kunnen morgen knallen. Ja, morgen gaan we vlammen. Zeker. Blijf er ook eens vanaf, man. Ik heb een truc. Wat heb je voor truc? Ja, dit flesje is nog half vol. Ja. Let op. Dat zit er al vol. Wat? Geen keer. Wat? Ik weet het. Wat? Hoe doe je dat? Geen van Smit. Nu kon je het zien. Hoe doe je dat? Nog een keer? Ja, doe nog een keer. Even een nieuw buisje bij. Wat? Ik ben echt benieuwd hoe je dat doet. Ik moet voorbereiden. Oh, wow, jullie weten het? Jij niet? Nee, jij weet ook niet, Kim. Doe jij eens dan. Wil ik een buisje? Nog een buisje in? Nee, ik heb hem nu echt goed. Wacht even. Hemelvol. Wacht even, laat het zien. Laat ze wel goed zien. Ja, die echt tot en op, hè. Ja. Kijk, zo ziet de normale eruit. Ja. Dan ziet die dop eens eraf. Hemelvol? Ja. Laat ze glas. Dat vond je zo lekker. Noël die zit vanavond in de gluwijn. Niemand snapt waarom. Let nou op. Hemelvol. Hemelvol. Hoe doe je dat? Toch? Bro, hoe doe je dat? Laat mij eens op de kop doen. Laat mij eens op de kop doen. Nee joh, wat zit je met je vinger? Gras, nee. Heb je gezien? Zat... Nee, hij zat in... Oh, Kirk. Kirk. Gewoon. Maar Kirk. Maar kijk, als jij... Doe je dat met de Kirk? Nee. Echt wel. Joh, je deed het met de Kirk. Nee. Nee, Enzo, dat deed ik niet met de Kirk. De Kirk. Doe jij nu eens dan, laat het zien. Ja? Nee, doe het op een keer. Ja, jij maar denken dat je weet, hè? Ja. Doe janken. Oh, ik heb ook... Ik heb ook pijn in mijn schedel van het lachen. Auw. Auw, mijn hoofd. Komt-ie. Ja, toch maar. Oké. Wacht even. Ze zit gewoon te huilen. Had je het glas zien? Ja. Oh, wauw. Half vol. Half vol, ja. Het is leeg, kijk. Ja. Ik heb Noël een keer geleerd. Van Tom naar Noël. Oh mijn god. Hop. Heerlijk. En doe nu eens een beetje eruit. Wacht even. Ja, dat was een druppeltje. Ik zag het. Ja. Nee, goed. Oh, lekker. En dat doe je gewoon met die kurk dus? Nee, er zit geen kurk in. Nee, daar heb je je vinger op de kurk. En zo. Geen kurk. Klap jij nou even. Leuke truc. Leuke truc, dankjewel. Als tovenaar moet je nooit, als schoolgelaar moet je nooit... Als tovenaar. Ziet dat tovenaar. Gaan ze dit er nu nog weer uitkrijgen? Ik heb Kika net horen zeggen hoe blij ze was met deze flesjes. Ja, jij bent tovenaar, toch? Geen keuken. Nee, jij zat op. Oh. Ja, het zo uit. Uit van hier. Nu tot de rand. Je moet in je mond er dan. Ja, dat wordt toch. En dan druk je hem alleen maar weer terug. Ah, ja, nee. Oh, allebei ook gewoon. Nee, drie. Oh mijn god.
Kika, ik denk het wel. Ja. Komt goed, Kika. 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 Oh, dat is niet lief. Nee. Dit is echt niet oké. What the fuck? Dit zijn dingen waar je vooraf niet over nadenkt, hè? Nee, doe dit even serieus. Niet na. Nee, maar hoe kwam je bij dit idee, bro? Nee. Dit, je gaat me toch niet vertellen dat je dit ergens hebt gezien? Nee, ik duwde hem erin. Toen voelde hij al dat hij hem eruit kreeg. En toen dacht ik, doe er maar een leuk trucje mee. Huisje. Kijk, nu heb je er niet van. Oh mijn god. Nee. Oh joh joh. Ja. Wow. Dat. Juist. Dat is mijn assistent. Laat eens zien, heb je mij dan? Ja, ja. Je moet even een keer achter elkaar doen. Ja, nee! Hij zit gewoon helemaal weer aan de podium. Ze had hem bijna. Oh, doe het zo hard heen en weer doen. Oh, dit is echt niet cool gewoon. Kijk, hij is nu helemaal onder. Oei, oei, oei. Ik ga helemaal stuk hier, joh. Oei, oei, oei. Noah heeft er een. Hij heeft er een. Half vol, hè? Anker. Oh. Heb jij hem al, schatje? Ja. Ja, je hebt hem ook. Ik pak de kurk. Hier kan ik echt niet tegen. Nee, maar bro, serieus, hoe doet hij dat? Ik heb hem. Je hebt hem, ja, nice. Top. Oké, beter. Nu weer daar neerleggen. Doe nog eens de kurk verdwijnen. Ja, dat zal ik doen. Wat doe je dan? Je hebt de kurk. En dan? Waar is de kurk? Ik ga toch niet het hele buisje weg doen. Nee, jij kan hier toch een trucje mee, die zit dan achter het buisje. Nee, ik doe hem tussen mijn benen. So every night you move the cars. Nice. Wat zei je? Nice job. Dat gaat best hard. This is the hardest. This is more than this, ik kan dat ook. Oh. Camping life, zegt hij. Oh, hallo. Oh, oh. Nou, daar gaat hij. Oh, mooi. Ben je sleutel kwijt? Bro, je bent altijd alles kwijt. Je bent echt een tovenaar, ja. Wow. Hé, hey, alles Noël, dan rij jij die andere terug. Kijk, die asfalt verdient die lichter. Ja, maar dat doen we niet. Nee, dat doen we niet. Ik doe het wel. Die andere terugbrengen, dat kan wel. Verantwoordelijk, verantwoordelijk. Weten we dan nu? Ja, goed gekeken. Sleutel erin. Even kijken dan niet. Nee, je moet wel even. Eerst gaan zitten. Ja, ik moet toch de knop vinden. Oh. Je laat die alweer wat vallen. Dat is de AirPods waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Doe even een rotonde rondje. Heel jammer, ik ben surprised. Hallo. I need to bring you to your Bye guys. Oh. Ja, en nu? En nu? Dat red je niet. Ik doe jullie wel. On the right, ja. Yeah. It can't go back. Yeah. Oh, it can't. Oh. Juist. Dat was wel plantje. Plantje, plantje. Hey.
zo funny. Oké, dames en heren, genoeg ouwehoer voor vandaag. We gaan lekker slapen. Mario ligt al in bedje. Ik heb nog wat dingetjes gedaan op de laptop. En het is tijd om te gaan slapen. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk vergeet u niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie morgen om 4 uur mijn gloednieuw. Pardon, ik moest een boertje laten. Bij gloednieuw vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.